Even tot hier, het programma van Niels van der Laan en Jeroen Woe begon dit seizoen een paar weken later dan gewoonlijk. Wie daarvan de reden is? Arjen Lubach. Volgens het duo is het namelijk geen goed idee als Even tot hier en de avondshow met Arjen Lubach in dezelfde periode worden uitgezonden. Jeroen heeft er daarom voor gezorgd dat Even tot hier werd uitgesteld. Daar hebben we zelf om gevraagd, omdat Arjen Lubach elke werkdag op tv was. Je wilt niet te veel overlappen. Dan kun je eigenlijk alleen de kruimels gebruiken die zijn blijven liggen, aldus de comediant in Tros Kompas. Buiten de uitzendperiode om is er volgens Jeroen bewust niets veranderd aan Even tot hier. Ze zijn zo van de vaste patronen dat ze ook altijd op dezelfde stoel zitten. Ja haha, daar zijn we vrij autistisch in. We zijn wel eens anders gaan zitten, maar dat voelt niet goed. Overigens ervaart Jeroen het maken van Even tot hier minder als een feestje dan de meeste kijkers zullen denken. De quiz, de voorganger van Even tot hier, voelde volgens Jeroen wel als een feestje. Het was een soort speeltuin op zaterdag. Het was ongedwongen, lekker met z'n allen keten. Toen dat wegviel, dacht ik dat zoiets nooit meer terug zou komen. Even tot hier geeft veel meer druk, vertelt hij. We zijn nu de leiders. Dat is veel spannender, omdat alles nu op onze schouders rust. Het is ook hartstikke leuk, maar wel minder gezellig. Je voelt continu die druk. Het is veel serieuzer, ik mis soms de ontspanning van destijds.